Hier is Business Club Radio. Live vanuit Cultura in Ede. Voor ondernemers, door ondernemers. En vanavond met Marcel Stalenhoef van Userflow over design. Goedenavond, dames en heren. Hier is weer Business Club Radio met een uurtje informatie over een ondernemer en zijn passie. En dan kunnen we eens horen wat zeg maar een beroepsgroep doet. Dat is vanavond Marcel Stalenhoef. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Jij bent een designer. Ja, dat klopt. Dus ik zou zeggen, vertel eens wat dat is, wat je doet. Oké. Nou, ik ben dus Marcel en ik ben een designer. Wat ik doe in het dagelijks leven is ik ontwerp logo's, websites en bijvoorbeeld een applicatie voor zoals apps voor op een mobiele telefoon of een tablet zoals een iPad. En als je dan iets ontwerpt, dan zoek ik eigenlijk altijd naar de gebruiker. Wat doet de gebruiker nou op zo'n website? Hoe ontvangt hij het logo? En wat vindt hij leuk om te doen met het apparaat waar hij mee werkt? Nou, en dat is soms best lastig om je in te leven in die gebruiker. En dat maakt het ook dat ik ook graag met de persoon praat. En die de applicatie of de website of het logo wil hebben. En zo erachter probeer te komen van wat ik moet ontwerpen. Nou, en nou, dan ga je eigenlijk altijd aan de gang met een potlood. En op die manier. Ja, toch weer gewoon met een potlood. Ja, toch wel. Want een potlood is toch altijd weer net even wat sneller dan een computer. Je maakt sneller een cirkeltje, je maakt sneller een vierkantje. En de potlood doet het dan toch het beste. Ja. En ja, dat komt ook voort uit mijn opleidingen natuurlijk. En ik heb een mbo, hbo en een universitaire opleiding. Zo, alle drie? Ja, alle drie heb ik gevolgd. Wow. Ja, dat ook afgerond. En daar leer je dus en praktisch bezig zijn vanuit het mbo. Maar ook de achterliggende kennis, die leer je dan op de hbo's. En zo kun je toch een mooi ontwerp maken altijd. Nou, dacht ik vanmiddag nog eens na van wat is nou eigenlijk het speciale. Want de ene designer is niet hetzelfde als de ander. En dat zie je eigenlijk meteen in vormen en kleuren ook. Ja. Dat valt mij eigenlijk op. Ja. Vormen en kleuren en structuren. Ja, nou, je hebt heel veel verschillende designers natuurlijk. Ja. En elke designer heeft ook vaak een stijl waar die in ontwerpt. Die stijl is heel erg afhankelijk van ook de achtergrond die heeft. En van de cultuur die heeft. Ik vind dat ik ook terugkrijg van mensen dat ik ook veel variatie in mijn ontwerp heb. Dus ik kijk echt naar de gebruiker die het logo wil gaan gebruiken op zijn visitekaartje of op zijn website. En dan zie ik dus, ik maak niet altijd een blauw logo en een cirkeltje. Het kan ook vierkant zijn of met friemeltjes eraan. Ja. En rood of groen. Dus ja. Ik ga kijken echt naar de toepassing van het logo bijvoorbeeld. Ja. Wat tegenwoordig heeft iedereen websites van bijvoorbeeld een standaard merk en wat dan heel makkelijk aan te passen is met allerlei standaard templates. Mm-hmm. Klopt, ja. Maar jij als designer maakt daar dan weer een eigen ontwerp van dat dan niet in die template zit of maak je toch weer gebruik van die templates? Ja, het hangt eigenlijk van de toepassing af. Want sommige mensen die hebben een bepaald budget. Ja. En dan kun je zeggen van nou, ik ga een template gebruiken omdat het dan goedkoper wordt. Ja, inderdaad. Alleen als designer, als ontwerper wil je toch eigenlijk altijd wel een unieke draai geven. Dus ook al wordt er een template gebruikt, dan probeer je daar nog steeds een unieke draai aan te geven. En daarbij het liefst maak je gewoon vanaf het papier, hè, met het potlood wat we net benoemden, maak je een mooi ontwerp. En dan voer je het daarna uit in tot een mooie website of tot een mooi logo. Dus het is niet erg om een template te gebruiken. Maar je wilt wel iets aparts neerzetten als je het echt goed aanpakt. Ja.
Nou, ik ben in ieder geval heel erg onder de indruk van het werk wat jij hebt gecreëerd. Voor zover ook voor mij. Dus heel erg leuk. En vandaar dat het fijn is dat je hier bent om er iets over te vertellen. Je hebt ook een aantal platen meegenomen waar wij naar gaan luisteren. En we beginnen met de eerste. Hier komt Handsome Poets met Sky on Fire.